Ik ben zuster Lutgardis en woon, leef, werk, bid al ruim 30 jaar in deze abdijgemeenschap van de zusters Trappistinnen van Brecht. De hoge priester vroeg nu: is dat werkelijk zo? Hierop nam Stefanus het woord. Mannen, broeders en vaders, luister. De God van de heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen deze in Mesopotamië woonde, voor zijn komst naar Haran, en zei tot hem: verlaat uw land en uw familie en kom naar het land dat ik u tonen zal. Toen verliet hij het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Haran. Vandaar deed God hem na de dood van zijn vader verhuizen naar dit land waarin gij nu woont. Wel gaf gij hem daarvan geen deel in eigendom, zelfs geen voetbreed, maar beloofde het in bezit te zullen geven aan hem en aan zijn nageslacht, hoewel hij geen kinderen had. God zei immers dat zijn geslacht als vreemdeling zou wonen in een vreemd land en dat men het in slavernij zou brengen en mishandelen, 400 jaar lang. Maar ik, aldus sprak God, zal over het volk, waarvan zij slaven zullen zijn, mijn vonnis vellen. En daarna zullen zij wegtrekken en mij eren op deze plaats. En hij schonk aan Abraham het verbond van de besnijdenis. Zo kreeg hij dan een zoon, Isaak, en besneed hem op de achtste dag. Isaak werd de vader van Jacob en Jacob van de 12 aartsvaders. Uit afgunst verkochten de aartsvaders Jozef naar Egypte. Maar God was met hem, verloste hem uit al zijn ellende en maakte dat hij welgevallig en wijs was in de ogen van de farao, de koning van Egypte. Deze stelde hem aan tot bestuurder over Egypte en over heel zijn huis. Er kwam een hongersnood over heel Egypte en Kanaan, een grote ellende, zodat onze vaderen geen voedsel meer vonden. Toen Jacob vernam dat er in Egypte nog graanvoorraden waren, zond hij onze vaderen daarheen. Dat was de eerste keer. Bij de tweede keer maakte Jozef zich aan zijn broers bekend en werd farao ingelicht over de afkomst van Jozef. Nu liet Jozef zijn vader Jacob overkomen met heel zijn familie, 75 personen. Jacob kwam naar Egypte en daar is hij gestorven, evenals onze vaderen. Zij werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham voor zilver gekocht had van de zonen van Hemor in Sichem. Naar gelang de tijd van de belofte naderde, die God aan Abraham had gedaan, groeide in Egypte het volk aan en nam sterk toe. Totdat een andere koning, die Jozef niet meer kende, in Egypte aan de regering kwam. Met list onderdrukte deze ons volk, behandelde onze vaderen slecht en dwong hen zelfs zich van hun pasgeborenen te ontdoen, opdat ze niet in leven zouden blijven. In die tijd werd Mozes geboren, een bijzonder mooi kind.
3 maanden werd hij verzorgd in het huis van zijn vader. Nadat zijn ouders zich van hem ontdaan hadden, nam de dochter van de farao hem op en liet hem grootbrengen als haar eigen zoon. Zo werd Mozes onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woord en daad. Tegen de tijd dat hij 40 jaar werd, kwam het verlangen in hem op zich omtrent de toestand van zijn broeders, de Israëlieten, op de hoogte te stellen. Ziende dat iemand onrechtvaardig behandeld werd, nam hij het voor hem op en wreekte de afgebeulde man door de Egyptenaar neer te slaan. Hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hem door zijn bemiddeling zou verlossen. Maar zij begrepen het niet. De volgende dag stond hij ineens voor hen, terwijl zij met elkaar aan het vechten waren. Hij trachtte hen te verzoenen met vredelievende woorden. Mannen, ge zijt toch broeders? Waarom doet ge elkaar dan kwaad? Maar de man die zijn makker mishandelde, wees hem ruw af en zei: Wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Wilt ge mij soms doden, zoals ge gisteren die Egyptenaar hebt gedood? Om dat gezegde nam Mozes de vlucht en ging als vreemdeling leven in het land Midjaan. Daar kreeg hij 2 zonen. Na verloop van 40 jaar verscheen hem in de woestijn van het Sinaïgebergte een engel in de vuurgloed van een brandende doornstruik. Bij het zien van dit schouwspel stond Mozes verbaasd. Maar toen hij er naartoe ging om het te onderzoeken, klonk de stem des Heren: Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Bevend van schrik durfde Mozes het niet nader te onderzoeken. Toen sprak de Heer tot hem: Ontdoe u van uw schoeisel, want de plaats waar ge staat is heilige grond. Waarachtig, ik heb de mishandeling van mijn volk in Egypte gezien en hun zuchten gehoord. Daarom ben ik afgedaald om hen te bevrijden. Wel nu dan, ik wil u naar Egypte zenden. Die Mozes, die ze verloochend hadden met de woorden: Wie heeft u aangesteld tot leider en rechter? Heeft God als leider en verlosser tot hen gezonden met de macht van de engel die hem in de doornstruik verschenen was. Hij was het die hen wegleidde onder het verrichten van wondertekenen in Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn, 40 jaar lang. Die Mozes is het die tot de Israëlieten gezegd heeft: Een profeet zoals ik zal God voor u uit uw broeders doen opstaan. Hij is het die voor de gemeente in de woestijn de middelaar was tussen de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï en onze vaderen. Hij ontving woorden ten leven om ze aan u over te brengen. Maar onze vaderen wilden niet naar hem luisteren. Nee, ze hebben hem afgewezen en hun verlangen ging uit naar Egypte. Ze zeiden tot Aaron: Maak ons goden die voor ons uit zullen gaan. Die Mozes immers, die ons uit Egypte heeft weggeleid, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Toen maakten zij een kalf,
brachten hun offer aan dat afgodsbeeld en verlustigden zich in hun eigen maaksel. Nu keerde God zich af en gaf hen prijs aan de eredienst van de hemelse machten, zoals geschreven staat in het boek van de profeten: Hebt gij mij soms slachtoffers en brandoffers gebracht gedurende de 40 jaren in de woestijn, huis van Israël? Ja, gij hebt niet de tent van Moloch. Ja, gij hebt niet de tent van Moloch op de schouders gedragen en de ster van de god Rompha. De beelden die gij gemaakt hebt om ervoor neer te knielen? Daarom zal ik u verbannen, nog verder dan Babylon. Onze vaderen bezaten in de woestijn de tent van het getuigenis. Degene die tot Mozes sprak, had hem het bevel gegeven deze te maken naar het voorbeeld dat hem getoond was. Onze vaderen namen deze over en voerden ze onder Jozua in het land, bezet door de heidenen, die God voor onze vaderen uitdreef. Zo bleef het tot aan David. Deze vond genade in Gods ogen en vroeg dat hij voor de God van Jacob een woontent zou mogen verkrijgen. Maar het was Salomo die hem een huis bouwde. Toch woont de Allerhoogste niet in wat door mensenhanden gemaakt is, zoals de profeet zegt: De hemel is mij een troon, de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor een huis zult gij dan voor mij bouwen, zegt de Heer? Of wat zal mijn rustplaats zijn? Heeft mijn hand dat alles niet gemaakt? Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor, nog altijd weerstreeft gij de Heilige Geest, juist zoals uw vaderen deden. Wie van de profeten zijn door uw vaderen niet vervolgd? Gedood hebben ze hen die de komst aankondigden van de rechtvaardige, wiens verraders en moordenaars gij nu geworden zijt. Gij nog wel die de wet hebt ontvangen door bemiddeling van de engelen. Maar ge hebt ze niet onderhouden. Toen ze dit hoorden, werden ze woedend en knarsetanden tegen hem. Maar hij, vervuld van de Heilige Geest, staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus staande aan Gods rechterhand. En hij riep uit: Ik zie de hemel open en de mensenzoon staande aan Gods rechterhand. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. Ze sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: Heer, reken hun deze zonde niet aan. Na deze woorden ontsliep hij. Stefanus hebben we in het vorige hoofdstuk eigenlijk al ontmoet als iemand vol geloof en Heilige Geest, wordt hij genoemd. Ook iemand die vol genade is en kracht en zo ook wondertekenen verricht.
Iemand die spreekt met wijsheid en heest, waar, zoals hier in de tekst staat, waar men niet tegenop kon. En dat zet zich eigenlijk helemaal door in dat zevende hoofdstuk. Hij neemt hier heel uitvoerig het woord en heeft zo in één adem de hele heilsgeschiedenis van het oude verbond. En dan eindigen met die sterke aanklacht dat zij, die hij wel mannen, broeders, vaders noemt, dat zij nog altijd de Heilige Geest weerstreven. En Stefanus weet heel goed dat hij hier harde taal spreekt en dat dat hem niet in dank zal worden afgenomen. Maar hij blijft staande in zijn overtuigd geloof en in zijn sterke, grote aanhankelijkheid aan Jezus, tot de dood. En daar zien we dan eigenlijk helemaal de dood van Jezus in weerspiegeld. Zoals Jezus de geest gaf, bidt Stefanus hier ook, ontvang mijn geest. Hij geeft zijn geest. En het hele mooie is ook hoe Stefanus hier, ook zoals Jezus op het kruis, smeekt dat God zijn moordenaars dan hun zonde niet aanrekent. Een heel sterke, gelovige man, vol grote aanhankelijkheid aan Jezus. Thank you.